Are you really feeling better? 'Cause I'm still on you. Hoi, ik sta hier samen met... Ik. En waar bent u van? Ik ben van Teunissen. Ik ben van Teunissen. Ja. Ik sta hier bij Allemaal Lichten. Ja, klopt. Misschien kan je even vertellen waarom dit hier is? Ja, dit is even om te laten zien dat je aan boord van het platform van het schip... Ja. Dat je eigenlijk een heleboel sparen door over te stappen op netverlichting. Okay. En dan liefst duurzaam netverlichting, zoals we hier laten zien van de Glamox Aquasignaal. De producten zijn eigenlijk zo ontwikkeld dat ze een hele lange levensduur hebben, ongeveer 100.000 brandvuren. Okay. Wij zitten en dan bij een continue temperatuur van 45 graden, omdat het vaak ook wel, wordt niet altijd naar gekeken, maar het is heel belangrijk dat je onafhankelijk van de temperatuur die lange levensduur kan garanderen. En wat je dan bereikt is A natuurlijk dat je veel minder stroom gebruikt dan standaard armaturen. Ja. Maar B dat je ook niet, bijvoorbeeld zoals bij dit soort armaturen, dat je elke paar maanden de TL-buizen moet verwisselen. Okay. Voorraad moet aanhouden van die TL-buizen, maar ook die TL-buizen, daar zit een gas in. Die moet je dan volledig gaan recyclen. Ja. En dat gebeurt natuurlijk lang niet altijd. En hiermee hoeft het niet. Dus het is gewoon, we besparen mensen tijd aan boord, maar we besparen ook die voorraad moeten houden en het weggooien van wegkomen. Mag ik hem aanzetten? Ja, precies. Okay, pas op dat je niet van wind raakt. Okay. Dat is nogal fel, hè? Hier, maar kom al. Ja, dat is, dan kun je jezelf in het zonnetje zetten. Ja, dat is echt serieus mooi licht. Ja, precies. Okay. We zijn al van boven de make-up tafel. Is het misschien wat aan de felle kant? Even, dan kan je al een eindje zien. Ja, daar is het misschien wel handig voor. Oké, dan kan je ook lachen. Hartstikke goed, dankjewel. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Naast Ernst van Heerema. En wat doet u daar bij Heerema? Ik werk in inkoop. Ik heb de leiding over een 10 mensen en wij kopen alle spullen die nodig zijn voor onze boot. Oké, en wat doe je eigenlijk hier? Want ik zie wel dat je er een stropdas op hebt, dus duurzaam. Duurzaam, ja. Wat wij steeds belangrijker vinden is hoe duurzaam is nou onze supply chain. Dus alle leveranciers waar we onze goederen en diensten voor betrekken. Dus dat is, dat willen we gewoon heel graag weten. En de reden om hier te staan is om dat ook aan die mensen duidelijk te maken, zeg maar een beetje die bewustzijn te creëren. En hoezo is het voor jullie als bedrijf belangrijk om duurzaam bezig te zijn? Ja, ik denk dat het iets intrinsieks is. Dat willen mensen graag en dat gaat ook steeds meer leven. En we hebben ook een collega die zich daar echt mee bezighoudt. Maar ja, je ziet dat er ontstaat gewoon een belangstelling, want dat zie je denk ik ook in de samenleving. Ja. Consumenten willen ook steeds meer weten. En dan lijkt het logisch dat je dat op je werk doet. Ja. Dat zie ik ook. Oké, hartstikke leuk. Heel erg bedankt. En ik wil zeggen dat jullie hartstikke goed bezig zijn met leren. Oké. Okay. Dus dankjewel. Prima. Doei. Oké. Okay. We gaan het hier doen. Ja. Ja. Goed licht, hè? Ja, het is geen make-up licht inderdaad. Het is toch wel meer dan dat, hè? Het is meer dan make-up. Gewoon, Je kan alles zien. Elk lijntje in je gezicht kan je zien. Dit scheelt echt een kostbare make-over. Je hebt gewoon allemaal licht. En dan zie ik hem opnemen nu, hè? Ja, ben erg. En dan gaan posten weer, hè? Ja. Ik ben betrapt.